Het gaat om een behoorlijk groot leegstaand pand met daar rondom geschakeld een school, een politiebureau en een autogarage. Van het lege pand waar werkzaamheden worden verricht de laatste tijd, daar hebben we de brand. We zitten in een woonwijk, een klein deel waar het inderdaad last heeft gehad van de rook. Ik heb